De dood van Christus wordt hier elke zondag herdacht met het aansteken van een paaskaars. Een mooie symboliek die zal verdwijnen. Als het gebouw ook daadwerkelijk plat zou gaan, was er voor Leen Lievaert ook een plek verdwenen met veel herinneringen. Toen mijn vrouw darmkanker had, heeft ze ziekenzalving ontvangen hier in de kerkgemeenschap, te midden van alle mensen. En dan wordt er dus gebeden voor haar, met olie gezalfd. En dat is een hele emotioneel moment gewoon, wat je veel kracht geeft en veel sterkte. Doop, avondmaal en kerst zullen hier dus verdwijnen. Maar andere kerkelijke thema's als ontmoeting en gemeenschapszin komen daarvoor in de plaats. Ja, een groep gemeenteleden heeft met elkaar de handen ineengeslagen en gekeken of dat we het gebouw van de kerk konden behouden voor de samenleving. Dat is gelukt. En daar is uiteindelijk een stichting uit voortgekomen die het kerkgebouw heeft kunnen kopen. En hier gaan nu tal van maatschappelijke activiteiten plaatsvinden. De kerk zelf gaan ze gebruiken voor theater, congressen en evenementen. Hier wordt gewerkt aan een grote ruimte voor feesten. En zelfs de oude kosterswoning blijft bewaard. Dit wordt het buurthuis, dus dit is straks gewoon altijd open voor mensen die even een praatje willen maken, een kop koffie willen komen drinken. Dat samen zijn bewaard blijft, doet Leen goed. Nou, ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat zo'n gemeenschap, die een geloofsgemeenschap is, dat enigszins overeind kan blijven. Alleen de paaskaars gaat straks wel definitief uit.